Dit is de Granenflits van maandag 9 september. En afgelopen week zagen we op de Matief wederom dalende prijzen. De laatste keer dat we boven die 180 euro voor tarwe stonden, ja, dan moeten we toch wel terug naar eind juni. We zitten zelfs op het laagste prijsniveau in anderhalf jaar tijd. En sinds die tijd is er namelijk 22 euro per ton afgegaan. Laagste notering 158,25. Op de CBOT in de VS zagen we toch alweer wat stijgende koersen, terwijl dat, de mais en de soja daar juist aan het dalen waren. En de vraag is nu, wat gaat er verder gebeuren? Als we nu even kijken in de grafiek naast mij, dan zien we dat ongeveer rond week 36, 37 de laagste notering wordt bereikt van het seizoen. Dus dat zou deze dagen moeten zijn. Morgen expireert het septembercontract op de Matief en zal er een nieuw, hoger prijsniveau komen. Waar die op uitkomt en of dat die stand kan houden, dat is de vraag. We hebben veel tonnen, relatief weinig export en we zijn niet heel gunstig in de concurrentiepositie, dus dat blijft afwachten.